M&M Partyzone. M&M. We zitten hier ondertussen al 4 uur en 48 minuten live radio te maken. Heel gezellig, heel plezant, maar eerlijk, het moment waarop ik heb zitten wachten is dit moment. Voor mij de top of the bill van vanavond, Ray en Anita, formerly known as Two Unlimited. Yes, goedenavond. Yes. Goedenavond. Now we in the house. Ik ben zeer, zeer blij jullie hier te ontvangen, want ik heb het, mensen mogen hier getuigen zijn, ik heb het nog tegen niemand eerder gezegd, maar jullie zijn echte jeugdhelden van mij, weet je dat? Ja, ik zag je vanmiddag stiekem bij de soundcheck staan. Ja, ik heb je al gezien. Toch gek, ik was die Mongool die daar stond voor jullie foto te kijken, zo half onnozel mee te wiegen, dat was ik. Hoe gaat het met jullie? Ja, lekker. We zijn weer klaar voor. Dit is eigenlijk. Wat is het? Eerste show? Nee. Ja, eerste show dit jaar. Eerste show weer van dit jaar. Zeker. Laatste show was in Moskou eind december. En dit is weer de nieuwe show voor het nieuwe jaar. En er staan nog vele te komen dit jaar. Ja, ik heb jullie vorig jaar ergens aan de lijn gehad op M&M. Naar aanleiding van jullie nieuwe single In the Name of Love. We hebben toen al heel het verhaal overlopen van Two Unlimited, Ray en Anita. Heel kort nog even. Waarom mogen we nu niet meer Two Unlimited zeggen en zeggen we nu Ray en Anita? Zonder daar heel het verhaal rond te hangen, is het iets helemaal anders of is het een proces of wat is het allemaal op dit ogenblik? Ja, het is eigenlijk wel iets anders. Het is een nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe muziek, nieuwe stijl en ja, let bygones let be bygones. Jullie hebben die nieuwe single uitgebracht, In the Name of Love, is een hit geweest. Komt er nu nog meer? Ja, we zijn in de tussentijd druk bezig geweest met het nieuwe album. En we verwachten heel snel de nieuwe single die dan uit zal komen. En daarop volgend ook weer het album. Dus het wordt heel... het wordt spannend. Ja, mijn spannende tijd. Mijn cd-collectie die wacht op jullie. De allereerste cd in mijn cd-collectie was deze hier. No Limits. Oh. Yes. No Limits, het origineel. Ik heb hem nog. En ik kan er gerust eens naar kijken. Het cd'tje is helemaal echt grijs. Zo. Ja, helemaal vol met krassen en zo. Ik denk dat hij niet zo treffelijk meer speelt op dit ogenblik. Maar fixen we wel. Maar binnenkort is een nieuw album van jullie. Maar vanavond heel veel classics. En dan moet je een keuze gaan maken uit al die hits die jullie hebben gehad. Moeilijk. Wat zijn de 20 miljoen verkochte singles en platen? En in het verleden, jullie stellen miljoenen compilaties en zo. Hoe maak je dan een keuze? Welke nummers je gaat spelen en welke niet? We kijken ook gewoon naar wat wij weten dat mensen in België leuk vinden. En we weten dat bijvoorbeeld Jump for Joy hier heel populair is. Dat is en, zo. Normaal is No Limit de meest voor de hand liggende keuze. Maar in België mogen we niet vertrekken zonder dat we Jump for Joy hebben gespeeld. Dus die doen we zeker. En No Limit doen we natuurlijk ook zeker. En we kiezen vooral ook wat we zelf erg leuk vinden om te doen. En wat bij de avond past en bij de sfeer. En het is gewoon fijn om uit zoveel materiaal te kunnen kiezen. Dat is eigenlijk gewoon heerlijk. Het is wel opvallend eigenlijk. Jump for Joy, dikke hit geweest. Meer in België dan in andere landen. Klopt. En zonder enige verklaring voor. Ja, maar jullie slepen wel de rest mee. Want als we hem nu in Nederland spelen, dan gaat het dak er ook af. Dus ja. Jullie hebben ons aangestoken daar. Alles begint in België. Zeg, wat gaat het precies worden vanavond? Gaan jullie heel veel songs spelen of ze duwen in een medley? Wat gaan jullie precies doen? Nee, we zullen liedjes totaal in een vol zingen, maar we zullen ook een medley ertussendoor doen. En we beginnen vanavond met een nummer van het album. Dus dat is leuk. Ja, is het voor jullie vreemd geweest om terug te beginnen, na al die jaren weg te zijn geweest? Of van het podium toch met z'n tweeën? En dan staan jullie daar plots weer, vorig jaar al een paar keer in België, nu echt top of the bill vandaag, denk ik. Hoe voelt het voor jullie? Ondertussen al terug helemaal gewoon? Ja, een beetje wel. En toen we dat begonnen, het idee begon van in 2009 om dat te doen, toen was het wel een beetje raar van oké, dan gaan we dat doen. En toen stonden we daar op het podium en toen was het eigenlijk net alsof we nooit weg waren geweest. En de chemie was er nog en de 1-2'tjes en we voelen elkaar aan. Dus het voelt wel lekker eigenlijk. Oké, fantastisch. Ik ben zeer blij dat jullie hier zijn langsgekomen vanavond. Wij ook. Ik kijk heel hard uit naar jullie optreden zo meteen.